Amasja, koning van Juda. Amasja, de zoon van Joas, werd koning van Juda in het tweede regeringsjaar van koning Joas van Israël, de zoon van Joachas. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd. 29 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jehoadan. Ze was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer. Zij het niet in die mate als zijn voorvader David. Hij volgde in alle opzichten het voorbeeld van zijn vader Joas. Dus bleven de offerplaatsen bestaan en bleven de Judeërs daar offers brengen en wierook branden. Toen Amasja de macht eenmaal stevig in handen had, liet hij de hovelingen die zijn vader hadden vermoord ter dood brengen. Maar de kinderen van de moordenaars doodde hij niet, zoals geschreven staat in het boek met de wet van Mozes die door de Heer is opgelegd. Ouders mogen niet ter dood worden gebracht om wat hun kinderen hebben misdaan, en kinderen niet om de misdaden van hun ouders. Alleen om wat iemand zelf misdaan heeft, mag hij ter dood worden gebracht. In de Zoutvallei versloeg Amasja de Edomieten, 10.000 man. Hij veroverde Sela en gaf het de naam Jokteel. En zo heet het tot op de dag van vandaag. Daarop stuurde hij gezanten naar de koning van Israël, Joas, de zoon van Joachas, de zoon van Jehu, met de boodschap: laten wij zien wie van ons de sterkste is. Koning Joas van Israël liet de koning Amasja van Juda het volgende antwoord overbrengen. Eens in de Libanon verzocht de doornstruik de ceder: geef uw dochter aan mijn zoon ten huwelijk. Maar toen kwam er een wild dier voorbij dat de doornstruik vertrapte. U hebt Edom verslagen, dat is waar, maar nu bent u overmoedig geworden. Gedraagt u waardig en blijf waar u bent. Waarom zou u uzelf in het ongeluk storten en Juda meesleuren in uw val? Maar Amasja luisterde niet. Toen rukte koning Joas van Israël op en in Bet-Semes in Juda maatte hij en koning Amasja van Juda hun krachten. Juda werd door de Israël verslagen en alle Judeërs sloegen op de vlucht. De koning van Juda, Amasja, de zoon van Joas, de zoon van Achasja, werd in Bet-Semes door koning Joas van Israël gevangen genomen. Vervolgens trok koning Joas op naar Jeruzalem en sloeg een bres van 400 el in de stadsmuur, van de Efraïmpoort tot aan de Hoekpoort. En toen hij naar Samaria terugkeerde, nam hij al het goud en zilver en alle andere voorwerpen mee die zich in de tempel van de Heer en de schatkamers van het koninklijk paleis bevonden, en een groep gijzelaars. Verdere bijzonderheden over Joas en over de overwinning die hij in zijn strijd tegen koning Amasja van Juda behaalde zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. Toen hij bij zijn voorouders te rusten ging, werd hij begraven in Samaria, bij de koningen van Israël. Zijn zoon Jerobeam volgde hem op. Na de dood van koning Joas van Israël, de zoon van Joachas, leefde koning Amasja van Juda, de zoon van Joas, nog 15 jaar. Verdere bijzonderheden over Amasja zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Toen er in Jeruzalem tegen hem werd samengespannen, vluchtte hij naar Lachish. Maar ze kwamen hem achterna en doodden hem daar. Hij werd met paarden overgebracht naar Jeruzalem, waar hij werd begraven bij zijn voorouders in de Davidsburcht. Het volk van Juda riep Amasja's 16 jaar oude zoon Azaria tot opvolger van zijn vader uit. Het was Azaria die Elat na de dood van koning Amasja weer bij Juda inlijfde en het versterkte.